Heb je de heetste peep van de wereld, Carolina Reaper? Hebben we pas water? Ik wil er gewoon voor gaan. Ja. Ik steun hem altijd. Weet je. Leuke jongen. Knap. No. Dat is Yusuf. Oh ja, we hebben je. We beginnen met een toeter. De tijd gaat er niet in. Moet je hem lekker doen wat je zelf wil. Succes. Oké, mijn naam is Yassin TV. Beter bekend als die kleine jongen die op jacht is voor talent op TV. Ja. Dat is het. Ik heb gelachen. Ik wil wel meer zijn. Love. Ik ben nog geen miljonair, maar ik ben tevreden vandaag. Oké, ik ben Mark Baanders. Ben je dronken? Ik ben niet verzopen. Verras ons. Ik zit op het Amsterdam Museum, maar ik ben niet heel vaak op school. Ik ben zelf ook geïnterviewd door AT5. Oh zeker, bij een avondje veel zuipen wordt wel eens naar een spotspits. Je praat met een Jort Kelder. Dat vind ik ook een begeine. Leuke kop. Van mij krijg je een handje. Wat maakt dat jij ook voor de volgende tijd? Charisma. Ja, ik ben echt waanzinnig blij. De biepster komt in Amsterdam wonen. Ja, ja. Gefeliciteerd. Thank you. Als Donald Trump president van Amerika kan worden, waarom zou ik dat niet al geven? Televisie kunnen worden. Ik vind het leuk. De volgende ronde, hè? Verras ons. De wereld kan je opdelen in twee gedeelten. Homo en hetero. Nou, ik hoor bij het eerste deel, maar ik ben echt jaloers op mensen die hetero zijn. Die zitten door een verre kijken. Dat heb ik niet. Maar bij homo's is het zo van, ja, die heb ik ook. Ja, dat was het. Oh. Ik word er een beetje zenuwachtig van. Ja, meer ook een beetje een sketch of zo. Sorry, papa. Als ik het nog een keer had gedaan, had ik het rustiger gedaan. En ik denk dat het dan wel gelukt was. Ja, ik dacht, AT5, dat past ook wel bij mij, dus laat ik het gewoon proberen. Heb je de heetste peep van de wereld, Carolina Reaper? Ja. Daar kom je mooi mee weg. Ja. Hey, ik ben Puk, zoals ik net al zei. Sorry, Puk. Ik ben de Zoe en ik hou heel erg van interviewen, omdat ik het leuk vind om mensen gênante vragen te stellen en ik schaam me nooit. Je hebt me wel een beetje ingepakt. Je maakt me aan het lachen. Bij mij krijg je een hartje. Moet jullie aan denken als jullie mijn behaarde mooie lip en mijn mooie hamstertanden moeten zien? Nou, aan het gezicht van Amsterdam. Ik vond het ook net niet overtuigd genoeg. Jongen, ik kan ook in de regen presenteren. Ah, ik ben Thijs, ik ben 22 jaar. Ik ben ook een jongen die altijd een glimlach heeft op zijn gezicht. En die energie die wil ik meenemen naar de stad. En gewoon gas geven. Gas geven als Max Verstappen. Veel positieve energie. Ik vind je gewoon een ongelooflijk knappe verschijning om te zien. En ik denk dat je ontzettend veel views gaat genereren. Maar ik ben ook heel benieuwd naar je presentatieskills. Niet onbelangrijk, hè? Mijn naam is Gabi en ik ben 22 jaar. Ik heb afgelopen tijd heel veel gehockeyd. Op hoog niveau ben ik mee gestopt. Dus nu blijft er heel veel tijd voor dingen zoals af en toe voor YouTube-kanaal wat filmpjes maken. Ik vond het iets te braaf allemaal. Ik denk dat je heel veel hits gaat genereren. Voordeel van de twijfel, ja, als Thijs het krijgt, dan moet jij die ook krijgen. Dank je wel.